Hi, dit is Arthur Krijgsman, meester Arthur, en ik ga vandaag een puzzel doen. De puzzel lijkt op Sudoku, maar het heet Tectonic. Zoals je ziet lijkt het een beetje op Sudoku, maar het is net even anders. Je kan hier zien dat die lijntjes hier, die hier lopen, de dik gedrukte lijnen, daarbinnen moet 1 tot en met 5 in dit geval, want dat zijn 5 vakjes. Maar je hebt ze ook bijvoorbeeld met maar 1 vakje, dus dan weet je, hé, dat is een 1. Dus dan kan je vast een 1 invullen. Ik zie er nog eentje met een 1. En dan zie ik er hier een aantal waar 1, 2 moeten komen. Dat weet ik dan dus al. Ik ben gelijk de camera aan het uittesten. En ik ben aan het meekijken op mijn iPad. Zodat ik ook kan zien wat ik aan het doen ben. Ik zie hier een 3. En die 3 mag dus niet hier en niet hier. Want geen enkele 3 mag om de 3. Dus als hier om de 3 een 3 staat, hem raakt, recht of diagonaal, dat mag gewoon niet. Dus in dit geval weet ik, nou hier mag het niet, hier mag het niet, dus moet dit hem zijn. Dat is de 3. Dan kan ik altijd verder kijken van, kan deze 3 dan misschien ergens anders nog een andere 3 helpen? Maar dat zie ik helaas niet. Ik zie wel dat deze 3 en die niet mogen. Dus hier mag geen 3. Dus hier wel. Dan heb ik daar weer een 3. Ik ga even verder kijken. Die 1, ik zie een 1. Deze 1, die mag niet hier en niet hier. Dus is er nog 1 vakje over voor de 1. Dan weet ik dat die en die nu geen 1 mogen zijn. Maar die en die kunnen allebei wel. Nee, dat kan niet. Want als ik hier een 1 doe, betekent dat dat deze geen 1 kunnen zijn. En dit moet ergens, een van deze 3 moet een 1 zijn. Want ik heb hier al 3 en 4. Dus hier kan geen 1. Dus moet die het zijn. Wat ik ook heel vaak doe, is dat deze bijvoorbeeld, dan kan ik hier 1, 3 en 4 zie ik staan. Dan moet deze dus 2 of 5 zijn. In dit geval weet ik het al, want hier staat de 5. Dit kan dus geen 5 zijn. In deze 5 vakjes moet een 5 staan. Dus moet dit de 5 zijn. En dan heb ik nog 1 vakje over, dat is de 2. Kijk maar, 1, 3, 5, 4. Dus de 2 moet nog in dit vakje, dat is de laatste. Dus dat moet die zijn. Dan weet ik nu dat 1 en 2 hier in elk geval niet kunnen. Omdat hier een 1 en een 2 staat. Wacht even. Nee. Ja, klopt. Want hier staat ook een 1 en een 2. Dus hier kan ook geen 2. Dus de 1 en de 2 moeten hier. Dus de 3 en de 4 moeten hier. De 3 kan niet hier. Dus moet de 3 hier. En de 4 hier. Dat kan niet anders. De 5, die staat hier. Die kan dus niet in een van deze 3 vakjes, anders zou die hem raken. Dus de 5 doe ik hier. De 2 kan dan niet in deze en in deze. Dus moet... Daar gaat de camera. Wat ik zei, de 2 en de 2 kan dus niet hier. Dus doe ik hem hier. De 4 mag niet hier, want anders zou die hem schuin raken. Dus de 4 is hier. En dan hebben we er nog eentje niet in dit, in deze 5. Dat is de 3 die ik nog niet heb. Dus die vul ik ook in. Ik hou angstvallig nu het statief vast. 1 en 4 kunnen niet hier, want anders dan zouden ze die raken. 2 staat hier. Dus die kan hier ook niet. Dus dit is 2. Ja.
Hier hebben we dus 1 en 4. Dat betekent dat dit 3 moet zijn. Het is vooral kijken. En jullie zien waarschijnlijk al lang nog eentje. Maar ik nog niet. Dus ik moet gewoon nog even rustig kijken. Wat ik dan ga doen is het gewoon in mijn hoofd invullen. Ik doe dus nu de 2 even hier. Dat zou betekenen dat hier de 1 komt. En hier de 4. Dus dat kan. Dan is hier de 1. Dan komt hier dus de 2. En hier de 1. Hier de 2. Hier de 1. Als dit 1 is, kan dat geen 1 zijn. Dus dan moet die 1 zijn. Of die 1. Ik zie nu dat dat niet kan. Want als dit 1 of dit 1 is, dan moet dit dus een 1 zijn. Maar dat kan niet. Want deze mag ook geen 1 zijn, omdat die 1 hier staat. Dit kan dus geen 2 zijn, zoals ik hem had ingevuld. Maar dat moet dus de 1 zijn. Ik ga hem nu gewoon invullen. Dat kan niet anders. Dan is dit 4. Dit 1. Dat is eigenlijk hetzelfde. En dit is 2. Dat betekent dat dit 1 is en dit 2. Dat betekent ook dat dit 1 is en dit 2. Dat weten we nu zeker. Omdat dit nu geen 2 mag zijn, moet de 2 hier staan. Dus dit kan geen 2 zijn. En dat moet dus dit een 2 zijn. Ik zie ze even nog niet. Ik ben nog even verder aan het kijken. Wat ik nu probeer is gewoon allerlei getallen in te vullen. Maar we komen er vanzelf voor. Ik moet altijd gewoon eventjes verder puzzelen en dan komt het helemaal goed. Het is jammer dat hier 2 en 5 kunnen. Anders dan zou ik zeggen 1, 2, 3, 4, 5. Maar in dit geval kan het de 2 en de 5 zijn. En als ik hem daar invul, de 5, dan kan dat ook gewoon. Want dan is hier de 5. En dat kan. Die raakt niks. Als ik hier de 2 invul. Dan is hier de 2. En dat kan ook gewoon. Dus helaas. Het is geen zekerheid. Maar het liefst weet ik het zeker. Daarom wacht ik zo lang. Daarom kijk ik nu zo lang. Want ik weet dat de 2 hier of hier moet. Omdat hier een 2 staat. De 4, die raken hier helaas niks. Dus hier weet ik helemaal niet of er wel of geen 4 past. Het voordeel is wel dat ik al die 4 hier en hier en hier al heb ingevuld. Dus ik hoef me alleen nog maar in een van deze 3 te doen. Ja, ik zie het. Ik zie er een. Als ik hier een 2 heb... Dat betekent... Oh nee. Nee. Ik heb het niet juist, helaas. Kan nog steeds. Als ik hier een 2 heb, dan kan die daar. De 2 is in elk geval niet hier. Dat kan niet. Dat weet ik zeker. Want dan zou hier een 2 niet kunnen. En daar zit een 2. De 1 kan niet hier, dus 1 van deze moet de 1 zijn. Oh ja, dat is hem. Ik heb hem. Hier moet een 1 komen. 1 van deze 2 is een 1. Hier kan geen 1, want dan staat hij daar al. Hier kan hij dus ook niet, anders zou hier geen 1 kunnen. Dus is dit hem. En dan hebben we er weer eentje. Yay! Ja, ik heb er nog één. Dit is 2, 4, 3. Dat is dus de 1 en de 5. Dus de 1 en de 5 komen hier. Dat betekent dat dit nooit een 5 kan zijn. En dat dit dus de 5 moet zijn. Dan weet ik ook de laatste. Dat is dan, dit is dan de 2. En dan kunnen we verder. Ja, dan kunnen we verder. Want dit is dan de 5. Dat weet ik dan ook zeker. De 2 weet ik dan ook. Want dit kan geen 2 zijn. Dan moet dat de 2 zijn. En dan weet ik in die bovenste dat dus de middelste... Dus de 2 en de 3 en de 4 moet zijn. Tadaa.
Ik ga op de camera nog een keer uitzoeken hoe je de autofocus uit moet zetten. Want dat is heel irritant dat hij iedere keer scherp stelt op mijn hand. Dat hoeft helemaal niet. Dan verwacht ik dat ik nu verder kan invullen. Maar ik moet weer kijken. Dit kan 5 zijn, dan is dit 5. Dat betekent dan dat dit 1 is. En dit 1 is. Dat kan niet, want hier staat een 1. Dus dit is geen 5, maar 1. Nu weet ik het zeker. En dit is 5. Zo is het. Want als dat geen 1 is, dan moet dus die linksonder een 1 zijn. Dan is dat naast de 4 een 5. Want hier kan geen 5, omdat die al hier staat. Ik probeer op de vertragende tablet mee te kijken, maar dat gaat niet. De 3 moet dan natuurlijk boven de 4, anders dan zou die in botsing komen met die 3. En dan heb ik er nog eentje over, en dat is de 2, en dat past er heel goed tussen. En zo, oeps, heb ik mijn Tektonic afgemaakt. op basis van logisch nadenken en af en toe even proberen. Ik hoop dat je dat dan had. Kean, dankjewel voor de uitleg. Ik hoop dat ik nu andere mensen weer geholpen heb. Doei!